Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Rode JC reist zaterdagavond af naar het oosten van het land. In Enschede speelt de ploeg van Ruud Brood tegen FC Twente. Dit duel stond al 38 keer eerder op het programma en tot nu toe namen de bezoekers 11 keer de volle buit mee terug naar het zuiden. Zoals al vaker dit seizoen bewees Roda tegen PSV over een sterke mentaliteit te beschikken. Ondanks dat de ploeg in de eerste helft moeite had met het spel, wisten ze het duel alsnog om te draaien en gelijk te spelen. Ja, we hebben een aantal wedstrijden wel aangetoond steeds terug te knokken. Je kan het ook omdraaien. Weer een wedstrijd waarin je 1-0 voorkomt. En eigenlijk vind ik te makkelijk de gelijkmaker laat gebeuren. Maar we hebben wel gelukkig aangetoond dat we zeker na de deceptie in Zwolle weer mentaal sterk zijn. Je komt snel op voorsprong, dat gebeurt vaker dit seizoen, maar je geeft het toch weer weg. Dat is moeilijk om dus meteen in één keer eruit te krijgen. Ja, omdat we ook niet zo sterk zijn dat we... je geeft corners weg, maar ook zie je weer gebeuren op de manier waarop. En dat verdedigende aspect, om het maar zo te zeggen, is ook de kwaliteit natuurlijk van PSV. Die eigenlijk met alle mensen en alle lengtes in die 5 meter komt. Ja, dan valt die bal eigenlijk verkeerd. Maar goed, dat gebeurt. Als je ziet hoe wij de 1-0 maken, daar zullen zij ook niet blij mee zijn. Hè, dat we toch wat mensen gebruiken daarin. Maar het zou fijn zijn als we ook uit het niets die tweede zouden maken. Ja, zover zijn we helaas nog niet. Jullie pakken een punt, wat natuurlijk heel erg mooi is. Maar als we dan even kijken naar de concurrenten. Ja, AZ en RKC winnen prompt ook meteen. Je zegt altijd, ik kijk naar mijn eigen ploeg. Maar toch kan ik me voorstellen dat je baalt van zo'n resultaat. Nee. Wat heb je daaraan? Kijk, ik zeg ook, je zegt altijd, van ja, je kijkt niet naar anderen, maar... Ik zeg ook altijd wel, het zou fijn zijn als de concurrenten dichtbij je blijven. Dus dat is wel een gegeven. Maar ik had wel verwacht dat RKC zou winnen van ADO, eerlijk gezegd. Want die moeten het in deze wedstrijden pakken. Die krijgen daarna een behoorlijk programma. Nou ja, daar heb ik geen invloed op. En de jongens ook niet. En je wilt, tuurlijk wil je dat ze dichtbij je blijven, waardoor het voor ons weer overbrugbaar is. Maar je moet ook niet panikeren en denken, nou god, nou winnen ze. Ik denk dat wij een goed resultaat hebben behaald tegen een kampioensteam en ook de manier waarop. En dat moet je koesteren. En zelfs als je nog in de laatste fase, de laatste actie, die wedstrijd kunnen winnen. Bij de aankomende tegenstander FC Twente is het onrustig. De Tukkers hebben sinds enkele weken een nieuwe trainer voor de groep, Alfred Schreuder. Maar die kan voorlopig nog niet het verschil maken. Afgelopen weekend speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen NAC Breda en staat nu op de 5e plaats. Ja, Twente heeft moeite, maar dat wil niet zeggen dat ze ook nu weer tegen NAC, valt dat net niet om het maar zo te zeggen. Hè. Ze zijn zeker gelijkwaardig geweest als NAC en thuis hebben ze ook wel de mogelijkheid gehad om de doelpunten te maken, maar het resultaat blijft achter. Dan is het voor ons weer, net als voor hun. Wij moeten zorgen dat we daar resultaat halen. Ja, datzelfde zullen zij hebben natuurlijk. Hè. Van god, een gelijk spel, maar het moet beter. Ja, een andere trainer voor de groep. Hè. Ze hebben wat gedaan. Maar laten we ze nog maar even zo houden. Dat zou prima zijn natuurlijk.